Hij is Tom. En hij is Quinn. En dit is Forever 27 Club Talk Radio van woensdag 24 juni. Ja. Aflevering 111. En het thema is heet. Want wat is het heet? Oh, wat is het heet. Wat is voor weer? Het volgens de officiële geëikte Forever 27 Club barometer is het mooi. Oh. Dus die klopt. Nou, zeker, die werkt als zeker. Een trein. Hoe is het? Je was op de fiets. Ik was dus op de, ja. Ja, we zijn een half uurtje later begonnen, want Tom die kwam op de fiets met dit weer en dan ook nog op de racefiets en dan nog in deze kleding. Ik denk, jij komt helemaal in zo'n spandex. Wat doen mannen van onze leeftijd toch? Nou, ze worden terugweg. Ja, ja, dan wel. Ja. Dan kan ik gewoon douchen thuis. Oh ja, lekker. Dat hadden wij vroeger bij het bedrijf waar ik werkte. Daar werkte, hadden wij kamer gehuurd, maar dan had je ook andere bedrijven. Die mensen kwamen dan uit, weet je wel, lage zwaluwe op de fiets. En die gingen dan eerst lekker douchen. Dan kwamen ze helemaal binnen zo, met die klikklakklaks. Weet je wel, met die ijzertjes van die... Ja. Ja, die... ja, hartstikke leuk dat jullie er allemaal, alle twee weer, allemaal leuk dat je er bent. Hoi pap. Heb jij een leuke week gehad? Ja, lekker. Ik ben naar het strand geweest. Oh, ja, waar ben je heen geweest? Naar Rocagne. Rocagne. Ja, was lekker. Lekker. Ja? Gewoon even uit school, kindjes achter in de auto, woem. Hup, raam. Maar dan was het nog niet zo heel warm. Dat was nog niet in 30 graden, want het is het pas vandaag. Nee, gisteren was het wel. Dat was het 25 graden, maar het was prima te doen. Lekker. Nog wat gegeten? Patat. Patat? Patat. Ja, dacht je naast en patat. Een stokbroodje mee. En, ja, oh, lekker spelen in het water. Ja. Oh, gezellig. Ja, toch? En lekker rustig. Ja. Dus dat heel veel mensen die er toch niet voor gaan, blijkbaar, voor het strand. Wel wat, maar niet heel nee, ik vind meestal als je zo aan het eind van de dag gaat, is het eigenlijk het leukste om naar het strand te gaan. Ja, een beetje ruimte, vind ik fijn. Ja, levensroom. Ja, om. Ik hou niet zo van dat hutje met je gedoe. Hutje met je. Hutje met je. Ja. Nokkie nokkie vol was nokkie het. Nokkie nokkie vol. Nou, over nokkie nokkie vol gesproken, Tom. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wat hebben we weer veel nou, deze week. Nou. Zullen we maar gelijk... Ja, noem jij de tijd maar even. Het is hier in de studio 3:15. En wil je in de uitzending een verhaal vertellen? Heb je wat te vragen, te klagen of te vertellen? Dan kan je altijd even bellen naar 0648-230-662. En daar kan je ook wat naartoe appen. Als je wat te vertellen hebt, dan behandelen we het ook in de uitzending. Nou. Ja. Ja. Hier hebben we naar gekeken de afgelopen weken. Disney Plus en HBO, Amazon Prime en NPO. RTL uitzending gemist, we hebben ook net geflikt. We keken zelfs naar het 8 uur journaal, er was heel veel, we keken het allemaal. Ik denk ineens aan, we moeten wel Ellen hierna gelijk gaan bellen, want er kwam iemand voor haar bingo molen naar te kijken. Onderhoud. Ja. Onderhoud. Onderhoud. Ja, dan heb je, okay. Je hebt ook een soort APK voor bingo molens, heb ik begrepen. Ja, snap en ik wel. Hoeveel zij het gebruikt. Dus ja, wel nieuwe lagers. Dat is maandelijks onderhoud, denk ik, of niet? Ja, bij haar is ja, dat. Ja. Nee, oké. Okay. Dus. Heb jij nog wat leuks gezien de afgelopen week? Nou, ik had een beetje Netflix uit. Oh! Dus ik... ja, het kan, hè? Ja, dus ik had op een gegeven moment... Ik zat er doorheen te scrollen. Ik dacht, niks leuks. En toen kwam ik een serie tegen. Toch? Love Sick. En dat is een soort romcom serie. Oh? En de Britse van Channel 4, geloof ik. Was best leuk. Weer Channel 4? Met de... Had je vorige keer ook dat ding van? Inderdaad. Nou. Of was dat Sky? Nee, dat was Sky. Nee, dat was Sky. Dat was Sky. Ja, dat was Sky. Van die Gangs of London. Ja. Die heb je uit? Nee. Oh, nog ben je klaar mee? Nee. Ja, nee, ik was even halverwege, maar toen had ik even zin in iets minder zwaars. Iets dus, minder bloederig. Ja, dus toen dacht ik, ik kijk even dit. Dit was wel leuk. Romcom. Ja, met zijn meisje Antonia Thomas, heet zij. Oh. Dus had ik een Misfits, heb je die serie gezien? Ga anders door met je verhaal. Misfits, dat moet je ook even kijken, want dat was echt heel tof. En waar was dat op? Waarschijnlijk Channel 4, maar weet ik niet. Dat was ook iets Brits, maar in ieder geval... daar zat die jongen in die in Game of Thrones speelde. Die hele slechte, die met die Sansa... getrouwd was. Jij zegt ik heb heel Game of Thrones nooit gezien. Voor de mensen die luisteren, die wel gekeken hebben, die weten over wie ik het heb. En zat de gast in die nu in Umbrella Academy speelt. Oh ja. Dus het is wel een beetje zo'n serietje waar best wel wat mensen uit zijn gekomen. Doodgaan. Ja. En zij zat er ook in. En zij zit nu in The Good Doctor, geloof ik. Ook serie. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Doet er allemaal niet toe. Dus hun manager doet het wel goed. Ja, precies. Dus maar het was vermakelijk. Het was geen... Het gaat over een jongen en die heeft chlamydia. Oh.
Dus heel leuk. Wat is chlamydia in het Engels? Chlamydia. Chlamydia. Chlamydia, okay. Ja. En dat gaat erover dat hij al zijn vriendinnetjes gaat bellen van de afgelopen 7 jaar. Om okay. dus te vertellen dat hij dat chlamydia heeft. Dus dat ze zich ook even moeten laten testen. En, Zouden wij snel klaar zijn, Tom? Yeah. We hoeven alleen ja, maar... dan moet ik alleen even bij het keukenblok moet ik even zeggen... Hey. Toch een probleem. Ja, dus, maar goed. En dan allemaal natuurlijk allemaal problemen en liefdesverdriet en allemaal dat soort dingen. Dus het is gewoon wel... Misschien een beetje serie voor de meisjes, maar dat geeft niet. Voor de meisjes? Ja, dat is een beetje... Maar kijk je hem alleen? Of gezellig handje, pepermuntje op de bank staan? Nee, alleen. Oké. Okay. Ja, mijn meisjes geen tv kijken. Nee? Als het geen sport is, kijken ze geen tv. Of Ghost Adventures. Oh ja. Oh ja. Maar daar kan ik nee, niet. Dat trek ik echt helemaal niet. Daar kan ik niet kijken. Nee. Nee, is ik dat zie wel eens dat als je op... Wat is dat? Fox? Oh, dat Paranormal Caught on Camera. Nee, ja, nee, ik weet dus ook niks van mij. Ik slaap er heel slecht van. Ik ook. Ik moet dus het helemaal niet hebben en dan hoor ik ineens allemaal dingen in huis. En, ja. Nee. Ik werd ook... Vanmorgen kwam ik, zeg maar, beneden en zat mijn oudste dochter. Zei van... Heb jij vannacht het licht in mijn kamer aangedaan? Oh. Ja, dus toen dacht ik... nee, maar jij ook niet, begrijp ik. Dus nee, mooi. Dus dat soort dingen en dan schiet zo'n serie door je hoofd. Dus het is niet voor mij om daar over na te denken. Nee, dat dus. Is nee dat ik ga het ook niet opzoeken nee, inderdaad. Nee. Voor je het weet kom je niet. Maar jouw vrouw kijkt er wel naar. Kickboksen, voetbal en Wielrennen. En wielrennen. Ja. En de spoken. En spoken. Ja, dat is het een beetje. En ook spoken word. Spoken wielrennen. Nee. Spaken. Spaken bij wielrennen. Ja, zie je wel. Er is een link. En oh ja, en de heel Holland bakt. Oh ja, nee, ja. De English. Oh, dat kijkt zij. Ja. Ja, nee, ik heb zondagavond weer naar de English Bake Off zitten kijken. Onbedoeld bruggetje, mooi. Ja, nee, ja. Die is weer begonnen. Ja, ik ben echt te wijf wat dat betreft. Vind ik heerlijk. Ik vind het erg leuk. Ik vind eigenlijk al die Engelse dingen zijn leuker dan de Nederlandse dingen. Want ik kijk ook altijd naar dat, oh jeetje, dat is dan in dat blind date. First date. En dan zie je die Nederlandse en is er geen reet aan. En dan krijg je die Engelse en dat is dan wel leuk. En dan denk ik altijd, hoezo? Ik denk dat het omdat het er dichtbij komt of zo, dat je denkt van ja, die gozer, ja, zo type, die ken ik. Ja. Die ken ik uit de stad, zo'n type. Nou, had ik dus pas gelezen, zat ik te kijken en er waren dus twee jongens en die kwamen allebei uit Rotterdam. En die zaten, dus het verder, ja, want ik werk dus op de meent bij Pol en weet je wel zo. Dus allemaal van die zaken zit je denkt, ja, dat weet ik allemaal precies hoe het is. Dus dan is het ook niet leuk. Het is juist leuk als je er een beetje een voorstelling van kan maken, hoe zou het zijn? Ja. En nu weet je het. Maar dat is dus, dat vond ik dus ook met die English Bake Off, die is ook... Vind ik leuker dan de Nederlandse. Ik vind wel dat Anne even Duin het aardig doet. Maar de Engelse is wel leuker. Paul Hollywood, heb je die keer Paul Hollywood? Nee. Ah, Paul Hollywood doet daar de... Even voor de mensen thuis. Dat is een soort ladies dreamboat. Die kan bakken en hij ziet er fantastisch uit. Hij heeft staalblauwe ogen waar je in kan wegstromen. Maar die doet het heel leuk. En die doet iets anders dan in Nederland. Want hij heeft dus als je iets maakt... Maar wat hij zelf niet beter kan doen, dan krijg je een hand van hem. Oh. En maar dat is, ja, het klinkt heel lullig, maar je ziet die mensen echt zo, wow, ik heb een hand gehad. Weet je wel, dat is dan echt nog, want je kan dan meester bakker worden. Ik weet niet of jij wel eens hebt gekeken. Soms. Ja. Als je dan de het beste van de week bent, word je meester bakker. Mm. Maar als je de hand van Paul Hollywood dat nog overstijgt, juist, dat juist, is, ja. dat is wel erg grappig. Dus daar heb ik zitten kijken. En op Amazon Prime, de Downton Abbey film. Oh. Oh. Het was helemaal Engels dit weekend. Oh, ik merk het. Ja. Yes. Yes. Hij was ook leuk. De koningin kwam op bezoek en dat staat heel dat ding. Ja, ik heb het trailer gezien. Ja. Gaat helemaal nergens over, maar ik vind dat erg leuk om naar te kijken. Dus, okay. En natuurlijk naar de verschrikkelijke tenenkrommende, toch wel interessante aflevering van Football Insight. Of Football Veronica Insight. Mm-hmm. Heb jij er nog iets van gezien? Nee. Maar ik keek dat sowieso niet. Nee, dus je keek dat niet. Nee. Maar ik ben best altijd wel fan, maar je merkt sowieso wel een beetje dat de chemie... Het vroeger botste het leuk, maar nu botst het irritant tussen die gasten. En iedereen heeft toch wel een beetje dat Wilfried Gené die gasten voor de leeuwen heeft gegooid. En net gedaan of hij de soort van buitenstaande was, dat hij er niets mee te maken had. Terwijl die ook zorgt voor de foto's die getoond worden en waar hun dus op moeten reageren. Er was een dame bij, ik ben helaas vergeten op te schrijven wie het was. Ze was een advocaat, een dame van Surinaamse oorsprong, denk ik.
En nou, die mag van mij vaker komen. Zeker om het een beetje, ja, een beetje recht te in zetten. In banen te leiden. Nou, ja, die had wel goede tekst. Nou, misschien moet zij het gaan presenteren dan. Nou, ik dacht eigenlijk wij. Oh. Als Wilfried Genee weggaat, dan dat wij. Het gaat wel alleen over Feyenoord, denk ik. Voortaan. Dus gewoon wij en Jan Boskamp en dan zijn we er wel, toch? Ja, ja, dat kan. Nou, René van der Gijp mag ook. Oh, ja. En nou, eigenlijk Hans Kraaij ook wel. En vooral Kieft. Ik vind Kieft altijd heel, heel goed. En Kieft had natuurlijk wel een bijdrage, want dat was ik eigenlijk vergeten. Maar die was met een zwarte dame. Ja, dat is, het is zwart-wit. Hè? Dat moet je noemen. Dat is, het is niet bruin of dit, zwart-wit. Die is met een zwarte dame. Die heeft dus twee kinderen die dus zwart-wit zijn. Grijs. Ik weet het niet meer. Ik weet de termen niet meer, Tom, die je mag gebruiken. Maar die zijn als halfbloed. Ik weet ook niet of dat nog mag. Maar die had dus hele goede inzichten erover. En dat was dus wel aanvulling aan tafel. En of dat nou de bedoeling was, of dat ze hem, of dat het gewoon zijn keer was dat hij moest komen. Mm-hmm. Dat weet ik niet. Maar ja, hij had wel goede aanvullingen. Maar René van der Gijp en ja, het was meer een soort van verbale executie dan werkelijk een gesprek. Het was best wel. Het was wel om voordat ik dacht, omdat er geen reclame in zat. Oh ja. En het duurde van 9:30 tot 9:30. Dus het was maar een uurtje. Of iemand, ze zeiden 5 kwartier, maar dat geloof ik niet dat het zo lang heeft geduurd. Ik heb misschien 65 minuten. Kan je terugzoeken? Ja, als de productie een beetje zijn werk had gedaan, hadden we dat geweten. Hadden we ook geweten hoe die goede advocaten heten, maar. Maar ja, het was. Maar is het nou ook de laatste aflevering? Ja, komt er nog meer? Nou ja, er is de volgende week is er nog één. Want ze zouden tot juli doorgaan. Mm-hmm. Maar hoe ik nu een beetje de stemming peil, zou het zo wel als de laatste aflevering kunnen zijn. Oké. Okay. Dus dan komt volgende week de 87e herhaling van Top Gear. Of zo. Ja, of Rambo. Oh ja, dat kan ook nog. Meer voor mannen natuurlijk. Hè? Meer voor mannen. Nee, was het is Veronica natuurlijk. Hè? Dus, nee, er komt er een Marvel-film waarschijnlijk. Juist. Dus dat, dat was een beetje waar ik naar heb gekeken. Ik heb ook nog naar, bij gisteren begonnen met een nieuwe serie van Netflix. I'm Not Okay With This. Mm-hmm. Die had jij al helemaal gezien. Ja. Ja, wel aardig. Ja, vond ik leuk. Ja. Ik hou sowieso wel van die, hoe noem je dat? Coming of Age. Wat? Van die opbloeiende mensen. Ja, hoe heet dat? Coming of Age. Coming of Age. Ja. Oké. Okay. Dus dat van dat serie. Vond ik leuk. Ik vond deze ook leuk. En dan was het ook nog een beetje. Superhelden, gekkigheid zat erin, dus dat was wel een goede film. Het is eigenlijk ook een film over een, ja, is ook een beetje romcom, ja. Zoals ik de eerste aflevering begrijp. Maar mm-hmm. Dat meisje blijkt dus, als ze heel boos wordt, buiten natuurlijke gaven te hebben. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Dus, maar het wordt alleen maar erger. Oh, mm-hmm. Dat vind ik wel leuk. Verder zeg ik niks. Nee, want dat schiet niet op. Want dan heb ik nergens meer naar te kijken. Ik denk dat het best wel handig is als we Ellen even bellen. Want die, wat ik zeg, voordat die man komt van de. Wacht even, ik moet even zoeken. Oh, daar is ze. We gaan bellen. Oh. We gaan bellen. We gaan bellen. We zijn nog niet aan. Ja, nou, we zijn op zich wel. Neem nou op, Ellen. Ellen, kom nou. Ellen. Met Ellen. Ja! Yeah! Lekker bellen. We gaan bellen met Bingo Ellen. We gaan bellen. Heerlijk bellen. Ja, we gaan bellen met Bingo Ellen. Zal ik je wat vertellen? Nou? We gaan bellen. Met wie? We gaan bellen met Bingo Ellen. Lekker bellen, oh zo lekker bellen. We gaan bellen met Bingo Ellen. Alles goed, Ellen? Ja, prima. Ja, nog even een compleet refrein en dan nog een instrumentaals gedeelte en dan zijn we bij je, dat weet je. Tot nog 30 seconden, 36 seconden. We kunnen hem ook twee keer doen vandaag. Misschien dat ook. Nou ja. We gaan bellen met Bingo Ellen. Lekker bellen, oh zo lekker bellen. We gaan bellen met Bingo Ellen. Oei! Ja. Maar ik heb toch ook een keer voorgesteld, maar pas na de jingle. Nou, maar ik vind het wel een fijne inleiding voor als jij. Maar ze weten de mensen niet waar het over gaat. Nee. En dan bellen we jou en dan neem je niet op. Maar jij bent dat toch ook een beetje in de sfeer? Nee, dat is waar. Ja, dat is waar. Ellen, ik moet jou feliciteren. Ja. Oh?
Ja, want ik ben er dus achter gekomen dat in deze tijd van zwart tegen wit en iedereen maar ruzie maken en jij hebt een punt gevonden waar mensen allemaal bij elkaar komen. Ja, dat is waar. Bingo. Nee, dan ga je nou, jij denkt dat het over bingo gaat, maar je onmetelijke haat tegen draaiorgels. Dat schijnt in alle bevolkingsgroepen in Nederland. Ja, dat is waar. Ja. Dat is een verbindende factor op dit moment. Dus in plaats van standbeelden gaan ze nu draaiorgels omtrekken. Ja, met dat geld van dat fonds. Met dat fonds, ja. Ja, dan gaan ze in bussen. Ja, ja. Ze zoeken ze nu echt op. Ze hebben tracking devices op die draaiorgels gezet. En dan kunnen ze precies weten waar ze zijn. Dan stappen ze in bussen vanuit Nederland. Alle kleurtjes van de regenboog gezellig bij elkaar. Zo, jongen, lekkere lunch daar krijg je dan. En dan Fernandez, cola, weet je, allemaal gezellig. En dan draaiorgels omtrekken. Ja. Jullie weten dat ik dat zelf ook organiseer, dus. Zit jij daarachter? Daar zit ik in principe wel achter, ja. Oh! Ja. Je kreeg vandaag Want daarom moesten we opschieten. Je krijgt om 4 uur krijg je de meneer van de bingomolenrenovatie. Onderhoud. Ja. Onderhoud. Nou ja, zeg maar, er zijn mensen die toch nog luisteren, heb ik gemerkt. Ja. En ja, er is iemand die hoorde mij klagen over mijn bingomolen. Ja. Dus die wilde zeg maar gaan kijken of die iets voor me kan betekenen. Misschien een grotere molen. Oh, groter? Ja. Meer cijfers? Of gewoon meer kleiner? Anders. Grotere ballen. Anders. Grotere ballen. Oh ja. En maar wel nog met de hand. Met... Ja, nou ja, misschien zat ik eraan te denken dat als die dat toch, als die toch bezig is, zo'n automatische, zo'n zuigkracht. Oh, zeg maar, dat als je die open laat staan, dat al die ballen door de lucht vliegen. Wat, ja. Wat je dan wel eens bij zo'n slechte bingo hebt. Dus zoals vroeger met alle lottogetallen. Nee. Die bedoel ik wel. Kijk, die bedoel ik wel, Tom. Oh. Ja, zie je wel. Ja. Ik weet waar ze het over heeft. Nee, ik dacht dat wij hadden op de camping. Ja, hadden ja maar kijk, maar het is allemaal weer wij hadden. Het gaat nu over wat Ellen wil, niet over wat jij wil. Ik weet niet wie wij is, maar... Vroeger stond ik op de camping het Haasje. Mm-hmm. En die hadden dus een bingo-machine. En daar zat dus drijfkracht om een ventilatiesysteem aan de onderkant. En dan had hij aan de bovenkant had hij een soort van klepje. En als hij dat dan open deed, dan... één balletje. En die kon hij dan uitblazen. Als je dat klepje, als je dus niet oplette, want aan het eind van de avond was die dus... had hij 28 bier op en dan vergat hij wel eens dat klepje dicht te doen. Nou, dat was hilarisch. Moest al die balletjes terug. Maar dat is dus niet wat Ellen bedoelt. Nee. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Nee. Maar je hebt de oude, dus als ik het goed begrijp, krijg jij de oude lottomachine van Studio Sport? Nee, dat niet. Maar we gaan even kijken. Wat een moderne versie. Nog moderner. Ja. Ja. Hoe groot zouden die balletjes zijn geweest eigenlijk toen? Waren dat pingpongballen of waren die groter? Nee. Ik denk dat het een soort pingpongballen waren. Oké. Okay. Want toen konden ze nog niet echt inzoomen en zo, hè? Denk ik. Maar misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet. Vond ik wel een mooi onderdeel van Studio Sport altijd. Oh, oké. Okay. Ik heb even de tijd, maar echt lang heb ik natuurlijk niet voor jullie. Maar dat is logisch. Ja, je doet het er ook maar bij, hè? Ja. Kan je gelijk draaien of wil je eerst even een oefendraai geven? Of? We gaan eens even kijken. Wacht even. Want hij is er nog niet, hè? Hoor je die? Ja, je hoort ook dat hij versleten is. Ja. Ja, en ik moet het zelf doen. Staat hij in een kattenbak? Of in een grindpad? Jezus. Het voelt heel zwaar ook. Ja, het is geen halfwerk, dat hoor je wel. Zo. Hoe groot is die nu, Ellen? Hij is nu echt heel klein. Oh. Hij maakt echt een geluid alsof het een schuur vol is. Ja. Even kijken. Druppeltje olie ergens? Ja, misschien. Ja, je weet het niet. Beetje WD-40 werkt altijd ook. Ja, kruipolie. Echt. Ik zit even te twijfelen, maar hebben we nummertje 9 al? Ja. Dat was de eerste. Jammer. Van deze ronde, hè? Van deze ronde. Ja, we zijn natuurlijk, wat is het? 3 maanden geleden opnieuw begonnen. Ja. Dus, ja, iemand heeft hier de ballen opgeruimd, dus ik weet eigenlijk niet meer welke het waren. Oh, god, krijgen we dit weer. Dus het is een beetje, alles is teruggedaan. Ja. Hadden we 47 al? Nee.
We hadden wel 41 en 71. Oké, nee, dan hebben we nu 47. Zo. 47. Nou. Ja. Ik vind het altijd... Ja, je verwacht het. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant komt het toch als een mokerslag. Tom, nou ja, die staat op en... je verwacht altijd een cijfer. Ja, je verwacht wel een cijfer. Ja, maar niet deze. Maar niet dit. Nee, deze nooit. Nee, als de letters uitkomen, hebben we een probleem, hè, Ellen. Dat moeten we ook niet hebben als die hem dadelijk heb opgeknapt. Want dat zou erg vervelend zijn. Ze zijn er nog niet allemaal uit. Dus wie weet dat er een, alsnog een letter uitkomt. Wil jij misschien ook weten welke cijfers we tot nu toe hebben? Dat je dat even die balletjes... Dat zou ik wel heel prettig vinden. 9, 41... Ja. 71. Ja. 24. Oké. 12. Ja. 47. Oké. Nou, dat is best mooi. Ja. En voor de volgende keer zou het wel handig zijn als je ze op volgorde draait. Want het gaat nu echt van 9, 41 naar 71 weer in de 24 terug. Ja, maar je vertelt net dat je op de camping ooit hebt gebingo'd. Dus je weet dat dat niet zo werkt. Oh, zo werkt. Nee, dat is ook weer waar natuurlijk. Ja, maar het is zo, staat zo rommelig. Nee. Ja, maar ja. We hebben het hier al over gehad voordat we aan deze ellende begonnen. Ja, ellende ook. Ja, maar ik wil zeg maar... Quinn, ik vind het geen goed idee om zeg maar weer dit gesprek te gaan voeren. Want ik heb de vorige keer had je... Heb jij toen met Ellen hier enorme bonje over gehad? En toen moest ik het weer bijleggen, moesten we weer uit eten. En dan moest ik allemaal weer van... Ja, van, nou, geef me een handje. En dat wilden jullie allebei niet. En toen hadden we nog een keer die uitzending dat er dan twee mensen bij kwamen zitten. Ja. En die het dan in goede banen leiden, weet je wel. Ja, precies. Ze moesten uit elkaar gehouden worden. Uit elkaar gehouden. En dan natuurlijk die hele periode gehad dat Ellen niet met jou wilde praten. Dus, ja, maar toen zijn we ook weer een beetje... Speaking terms. Ja. Hè? Ja. Weet je wel, en ze zit echt heel erg de beste doen. En jij nou, nee, dat waardeer ik enorm. Ja, maar dat laat je dus niet blijken. Nee. Nee. Ja. Dan wil ik nu even gezegd hebben, Ellen, dat ik het enorm waardeer. En ik vind het altijd heel gezellig dat je belt. Oké. Nou. Ja, dit klinkt... Nou ja, dank je. Heb je voor de rest nog wat te melden, Ellen? Buiten 47? Nee, dat ik zo weer door moet. Ja, je hebt weer haast, hè? Dus ja, ik heb weer haast. Ja, eigenlijk altijd. Kan je nou die woensdagmiddag niet gewoon eens vrij plannen? Als wij bellen? Nee, dat lukt echt niet. Nee. Oké. Nee, en laten we dadelijk hopen dat om 4 uur dat we gewoon een goede molen kunnen regelen. Dat we wat sneller kunnen. Dat we gewoon door kunnen. Want dat geratel van het apparaat is nou ook niet echt topradio. Nee. Nee, dat jullie na die jingle, dat ik jullie gelijk gewoon met een cijfer Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Het mag best wel wat, ik vind het ook wel gezellig om even bij te praten. Zo vaak spreken we elkaar niet. Nee, dat is waar, maar dat heeft ook een reden, hè? Ja. Zie je? Ja, nou, ik denk dat we om te voorkomen dat het nou weer uit de klauwen gaat lopen zoals in november 2018. Ja, ik ga niet weer die gasten vragen. Ja, dat gaan we niet. Nee, ik denk dat we er een eind aan gaan maken. Ja. Is dat nou aan dit item dan? Ja, dat is wel prima. Ja? 47, hè? 47. Genoteerd. Oké, okay, nou ja. Ellen... de tussenstand, als je nou toch eventjes, kan je de tussenstand geven van de verbrand draaiorgels inzamelingsactie? Nee. Oh. Nee, dat gaan we nog niet doen. Nee. Nee, daar wachten we nog. Wanneer is die afgelopen eigenlijk, die crowdfunding? Nou, het wordt alleen maar steeds populairder, dus we houden dit nog een beetje. Het is dat jullie er lucht aan geven en op een of andere manier luisteren er best wel veel mensen dus. Ja. Maar het is nog eigenlijk onder de radar. Het is nog een beetje onder de radar, maar het is een tierenlier. Oké, grappig hè. Ja. Dat er toch zoveel mensen een hekel aan hebben. Ja. Hè? Ik heb geloof ik toch ook €100 gestort. En jij nog niet? Ja, gaat vanzelf. Tom heeft nog niet gestort. Nee, maar Tom vindt het stiekem ook misschien wel leuk. Nou, ja. Dat is ook... Laten we zo zeggen, Ellen, we kunnen het niet vaak goed vinden, maar Tom zit hier echt, valt hier buiten onze smaak. Dus die is toch wel echt een draaiorgel enthousiast, heb ik het idee. Een verborgen, die moet nog uit de kast komen. Als draaiorgel. Ja, ik hou me even stil. Oké, Ellen, nou heel veel plezier vandaag. Ja, en ik ben benieuwd hoe de molen volgende week klinkt. En met er blijven sowieso wel... Zegt u? Week weer, dus? Tuurlijk. Ja. Ja, okay. Het is gewoon vast, Ellen.
Net zolang ja. tot we alle getallen hebben. Tot er iemand bingo heeft. Totdat er iemand een bingo heeft. Ja. Ja. En wat deden we nou? Eén rijtje vol, toch? Ja. Ja. Het was een willekeurig rijtje. Dus horizontaal of verticaal, niet diagonaal, toch? Ja, kan ook. Kan ook? Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ook een rij. Ja, tuurlijk. Ja, prima. Oké. Okay. Nou. Nou, heren. Joe, was gezellig. Ja. Doei. Nou, gewoon ja, 47. Hoppakee. Ha! 47. Kun jij ze nog een keer in het Duits doen, Tom? Want we hebben toch ook kijkers buiten de landsgrenzen. Ja, de bongo nummer zijn... Sind. 9, 12, 24, 41, 47 und 71. Ik moet ineens denken aan die gozer die naar die Duitse hoer gaat. En dat, dat zij ineens zegt, ik ben 40. Hij zegt, dat is ook toevallig, ik ben ook 40. Oh. Gewoon. Binnen 30 seconden, hè? Hoppakee. Oh nee, dat is... Nieuws. Velden. Oh ja, dames en heren, we zitten helemaal nokkie vol. En we hebben enorm veel Niels van de Velden. Waar is Niels? Ja, dat blijft toch een probleem, Tom. Want ik heb het een paar keer met die gozer erover gehad. En hij had nou weer papadag. Ik begin toch het gevoel te krijgen dat... Want jij spreekt hem heel vaak. Ja. En ik nooit. Dan bel jij hem een keer. Ja, dat doe ik ook heel vaak. Maar dan neemt hij niet op. Maar of misschien kunnen we het eerst item, want ja, dat hele ook weer daar elke week ruzie over maken. Ja, dus. Maar dan moet we misschien toch die gasten even bellen van waar jij en Ellen mee gezeten hebben om te kijken of die ook met ook mij... met Niels, met jou en Niels. Ja. Ja. Want dat is wel goed, weet je wel, ik wil eigenlijk zeggen van ik vind het vervelend, maar eigenlijk vind ik het helemaal niet vervelend, want... Ja, ik ben bloedhekel van Niels. Ja, hij is gewoon vervelend. Ja, maar hij zit wel helemaal midden in die sportwereld, hè? Dat hebben wij natuurlijk ook niet. Nee, maar ja, goed, weet je, dan krijg je eerste item. Dan krijg je zo'n briefje onder je neus. Ja, joh, dan denk je, nou klopt het niet, ik weet het niet. Ja, nah, joh, maar de redactie heeft het gecheckt. Ja, is dat gecheckt? Ja, is dat echt gecheckt, jongens? Het is allemaal dubbelcheck. Ja? Ja. Oh. Ja, het is allemaal gedubbelcheckt. Okay. Dus hij zet ons niet voor gek. Oké. Okay. Je had een verhaal over de Villa Real aanvoerder, ja, hè? Ja. Begrepen. Bruno Soriano. Bruno Soriano, die 36 jaar, middenvelder van Villarreal dus, die is terug van een blessure en kwam voor het eerst sinds 1128 dagen. 1128 dagen weer in actie. Oh? Ja. Dus hij kreeg een staande ovatie. Staande ovatie van... Maar als je 36 bent, dan is dat toch sowieso het einde van het seizoen, afgelopen. Bij dit item vroeg ik me meer af, van wie kreeg hij een staande ovatie? En dat was in de kleedkamer, had ik begrepen, of zoiets. Oh nee, staat, ja, van zijn medespelers. Ja, van zijn medespelers. Dat had Niels nog even doorgebeld. Oh, okay. Kijk, dat bedoel ik. Ja, je bedoelt dus geen publiek. Nee, dus dan ja, is allemaal leuk, maar goed. Nee, in de kleedkamer kreeg hij een staande ovatie. Wat? Ovatie van zijn medespelers dat hij weer... Maar ja, wat is drie jaar? Ongeveer, iets meer. Nee, iets korter dan 3 jaar. 1100, want het is drie jaar. Oh ja, nee, ja, 3 jaar. Ja, 3 jaar, ja, zoiets. 3 jaar niet gespeeld. Maar zou hij dan wel gewoon zijn contributie betaald hebben? Dat hoop ik wel. Maar 36 is toch sowieso... Maar als je dus dan word je dus op je 33, dan blesseer je jezelf... Ja. En dan blijf je dus gewoon daar onder... Hoe lang heeft hij een contract dan? Is dat niet zo als je geblesseerd bent dat je contract niet afloopt? Net zoals je ziek dat bent... Dat mag ik hopen van wel. Dat als je ziek bent niet ontslagen kan worden. Ja, dat is anders. Toch? Ja? Nou ja, weet ik niet hoe dat in het voetbal... Ja, dat weet ik ook niet. Dat kijk, had Niels... Hiervoor zou het dus anders zijn als Niels erbij zit. Als Niels nou hier was, dat hij daar... Nee hoor, maar dan kan je weer van hier... Dan krijg je zo'n berichtje van en dan denk je van... Nou, ik vind het interessant. En dan... Het is een half bericht. Ja, het is een half bericht. Het is niet echt uitgewerkt. En de club, hè? 25.000 supporters hebben de seizoenskaart Feyenoord verlengd. Ja. Jij had dat ook al gedaan, had je vorige keer al verteld. Ja. Heb je daar nog wat over te vertellen, in het algemeen of in het bijzonder? Nou, ik las dus vandaag dat we waarschijnlijk vanaf 1 september weer naar het stadion mogen.
Oké, is dat dan ook wedstrijden? Want er zijn, ja, want 11 september moet de competitie weer starten. Hè? Ja, maar ga je 1 september dan daar doen? Nee, na 1 september. Oh, na 1 september mogen we naar het stadion. Fijen. Nee, dat doe ik eigenlijk wekelijks. Ik heb vanmiddag nog op parkeerplaats gestaan. Even op dubbel Q zitten. Ja. Nee, maar, dus dan, maar dan gaat het over. Er zijn, dus dan verwachten ze dat een derde van het stadion gevuld is. Dus Groningen. Is, Groningen en Vitesse. Pakweg 15.000 man, zeg maar. Maar ze hebben 25.000 seizoenkaart. Ja, dus geen vrije verkoop sowieso. Nee, dus, maar goed, wie mag er dan naar het stadion? Ga je mee naar het stadion? Naar de club? Het zit ook niet in het nummer. Wie er wel of niet mag. Nee, precies. Dus dan gaan, weet je, gaan we lopen. Heb jij trouwens wel eens gemerkt dat je de overal, dat je dit liedje hetzelfde kan maken? Hetzelfde kan maken? Ga je mee naar het stadion? Naar de club van rood en wit. Zoek een plaatje in de zon. Waar je zo gezellig zit. Kijk, ze komen op het veld, waar je zo gezellig zit. Ja, je staat ervan versteld, dat je zo gezellig zit. En alles wat je hoort, dat je zo gezellig zit. Nou, ik vind het origineel beter. Ja, ik merk het. Maar ja, nee, maar je mag ook. Nee, wat mag je wel dan? Want je gaat erheen met. Dus ja, oh, wacht. 25.000 seizoenkaarten, 15.000 plekken die beschikbaar Wie zijn. Wie gaat er dan? Wie gaat er dan? Ja. Nou, ik niet. Nou, je hebt dus zeg maar. En ik heb een. Ja, hij weer. Ik heb een reguliere seizoenkaart. Dus okay. Ik krijg poen terug als ik niet geld ga. Poen is dieventaal. Ik krijg geld terug ja. Als ik niet ga. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook mensen zou ik rijken met full sportkaart die, ja. Die hun geld... Maar hoeveel zijn dat er? Dat weet ik niet. Oh, want dan zou het dan... Stel dat het er 10.000 zijn. Ja, en die volgens, andere... volgens mij iets minder. 5 of zo, zoiets. 5.000. Oh. Nee, maar dan zag ik op een gegeven moment iemand die zegt van... Als je nou voorrang krijgt als je... Ja. Een, zo'n kaart hebt. Maar de financiële... Zo'n full support ja, kaart. Maar ja? Dat is voorrang, ja. Ja, maar dat is financieel gezien... vind ik helemaal niet interessant. Want? Want je kan beter mensen zoals ik... naar het stadion laten gaan. Sowieso. Ja. Maar even puur financieel gezien. Want ja, dan hoef ik geen geld terug te krijgen. Want ik zit in het stadion. Ik krijg alleen maar geld terug als ik niet in het stadion zit. En die full support? En die full support die krijgen sowieso geen geld terug. Dus die kan je beter niet in het stadion zetten. Terwijl, dat zijn toch... Ja. Nou, ik denk, zal ik je vast vertellen wat er de gaat gebeuren? De steuners van de club. Gaat er wat er gaat gebeuren? Full support mag elke keer. En de andere mensen mogen bij loting. Ja, dat zou best kunnen. Dus stel, er zijn er 5.000 die dan full support hebben. Dan zijn er nog 20.000, dus om de week mag jij. En die full support mag elke week. Ik zou het op zich wel oké vinden als de mensen die ook de uitwedstrijden bezoeken voorrang krijgen. Ja, maar dat is toch afgelopen? Je mag toch niet meer uit? Nee, daarom. Daarom toch. Maar je hebt toch afgelopen jaren heb je toch mensen gehad die er altijd bij waren? Maar wat heb je er nou om bij een uitwedstrijd in de Kuip te gaan zitten? Nee, maar dat is toch sympathiek? Dat zou ik sympathiek vinden. Weet je, dus, je, wat zeg je? Dat je die, weet je, maar dat zijn goldcard members, toch? Ja, zo? Wat heb je? Goldcard, diamondcard, dat soort dingen. Van die mensen die altijd naar alle uitwedstrijden gaan, ja. Die krijgen dan ook voorrang nu op die thuiswedstrijden. Want okay. Die mensen zijn er altijd. Ja. Uit en thuis, maakt niet uit. Die zijn gewoon altijd mee. Dus dat die nu in ieder geval in deze situatie voorrang krijgen op die... Op maar dan die, sluit je jezelf buiten. Ja, maar dat is toch dat vind ik toch wel heel, eerlijk is eerlijk, heel sociaal van jou. Ja. Dat jij er zo in zit. Ja. En dan moeten vervolgens dan de eerstvolgende, dan, want het zijn er een paar duizend. Eerstvolgende die naar voren krijgen ben ik. Ja. Sowieso. In je eentje. Ja. En het ereterras. Naast ja. Paul Wolf, hoe heet die? Jan Boskamp. Ja. En dan daarna de rest. Ja. Ik dacht, dat is een eerlijke verdeling toch? Maar en zijn er nog restricties? Van wat? Ja, klas iets van niet zingen of zo. Oh ja, man. Dat is misschien. Oh. Oh, wacht even. Ja, ja. Sounds uitlaatklepje! Go, Tom. Ja, maar dat zie ik, ga gelijk harder praten. Ja, het is ook gewoon. Voor de eerste keer staan maar. Ja. Het is toch ook gewoon.
Je mag wel na het stadion, maar moet je wel je bek houden. Dat is waar het een beetje op neerkomt. Nou Tom, ik heb genoeg wedstrijden van Feyenoord gezien dat je dacht van, nou, ik heb helemaal geen zin om iets te zeggen. Alleen maar, nee, maar dat is de keuze. Kon ik niet praten, ja, omdat de keuze. Ik nagels zat te bijten. Nee, dus je gaat ervan uit dat er wel wat te zien, ja, is. Dat is toch ook heel raar. Ja, het kan, je kan toch niet naar het stadion gaan en dan zeggen, ja, je mag niks zeggen. Je mag niks zeggen ook. Of nee, er mogen geen spreekkoren zijn. Ja, maar spreekkoren mogen er sowieso niet zijn, toch? Want spreekkoren is heel negatief. Tegenwoordig. Je mag, maar spreekkoren is dat ook van Feyenoord. Ja, ik denk dat ze het zo bedoelen. Je mag helemaal niks. Je mag niet, mag niet gezongen geen worden. Geen samenzang. Nee. Oh, daar had ik ook nog wat over. Samenzang. Even kijken hoor. Dat vinden we zo wel weer. Die samenzang. Ja. Van, ja. Maar je zit, nou, we zitten nou in jouw afreden. Ja, nou goed, dat is toch raar? Ik denk van... Dan... Ja, maar hoe gaan ze dat controleren? Ze kunnen de... Ja, maar alsof het... Ze kunnen weet nog je, zit allemaal 1,5 meter uit elkaar. Je zit in de buitenlucht. Behalve als je in Arnhem of in Amsterdam in het stadion zit. En je, voor de rest zit je altijd in de buitenlucht. Dus als we het over de Kuip hebben, zit je gewoon in de buitenlucht. Maar even voor mij. Want dat klopt voor geen meter. 1,5 meter uit elkaar. Ja. Dat betekent dat jij... Jij zit hier en er zit er achter je niemand, voor je niemand, links, rechts en schuin niet. Dus dat betekent dat jij... Dat er een cirkeltje van 1,5 meter om mij heen getrokken is, waar niemand zit. Gezellig ook, ja. Sowieso. Ja. Maar dat betekent dus dat 1 op de 9 stoeltjes bezet is. Of is dat 1 op de 6? Want bij die andere is dat weer... Ja, 1 op de 6 stoeltjes is bezet. En jij zegt dat... Ja. Want... Nou, of je overlapt natuurlijk. Nou, je zit naast elkaar. Kijk maar, je zit. Denk maar aan een dambord. Ja, maar dan ga je ervan uit dat een stoeltje een meter is. En dat is natuurlijk. Nee, dat is nog geen eens zo. Nee, maar even voor het gemak. Een stoeltje is 1,5 meter. Ander stoeltje is ook 1,5 meter. Dus je bent aan die kant is jouw stoeltje leeg en die daar is van die andere leeg. Ja, maar je kan schuin zitten. Hè? Ja, maar dat. Kijk maar, gaat met tekenen. Dat betekent niet dat je. Ja, maar degene die achter je zit, zit niet recht achter. Die zit een beetje schuin achter je. Ja. Dus dan kan je zigzaggen. Ja. Nou, ja. Maar hoeveel stoeltjes zijn er dan leeg per persoon? Ja, dat weet ik niet. Extra? Nou, volgens mij 4. En jij zegt dat ze 1/3 van de capaciteit hebben. Nee, dat zeg ik niet. Dat zeggen zij. Nee, dat kan dus niet. Ja. Nou, dat klopt dus niet. Zelfs Tom, hadden we nou even... Had die dingen zeggen. Wie hebt dat bedacht? Mark, als je kijkt... Ja. 06-48-230-662. Bel even, leg het even uit. Want ik kom graag... Maar het klopt dus niet wat je... Want als jij, zoals jij het zegt, 1/3 van de stoeltjes is beschikbaar. Dat zou betekenen dat als jij zit, dat er maar 2 plekken rondom jou heen. En, ja, maar in de hoeken heb je met die schermen zitten naast je. Dus daar kan je er meer kwijt. Ja, maar daar zitten dus als... Nee, dat is dus ook... Dan kan je de ene aan de ene kant schermen, de andere aan de andere kant schermen. Ja, oké, maar je kan niet overal schermen gaan in. Of is dat nieuw? Dat het een soort spiegelhuis wordt, of zo'n soort kerst. TV-schermen. Ik heb het idee dat ik het beter gewoon op Fox kan bekijken. Misschien moet. Maar Fox Zico wordt ook weer zo? Ja, dat is nog maar de vraag. 100 miljoen. Of je kan kijken. Ja. Ik denk dat dit weer live reute.tv wordt. Ja, wat is het? Lul.nl. Nee, wat was het ook weer? Zoiets was het toch? Ik weet niet wat het was. Als er 1 iemand dat abonnement neemt bij Zico. En dan delen. En dan delen. Ja. Dan kan je wel... Weet je wat ze gewoon zouden moeten doen? Zouden wij dat niet kunnen doen? Gewoon een los... Wij kunnen toch hier gewoon streamen, hierachter zetten. En dan wij gewoon... Ja. Dat we... Ja. Dat is een leuk idee. Ja. Maar dan... dan nemen we gewoon zo'n horeca-abonnement. En dan... Klaar. Reclame eromheen. Ja. Maak wel een leuk programma. Johan Derks uitnodigen. René van der Gijp, die zijn toch vrij. Ja. Dus dat... Maar ja, nou goed, ik vind het vaag en onhandig. Maar ik vind wel fijn, ik zou wel fijn vinden als we weer gaan beginnen. Duurt toch veel te lang. We zijn dan vanaf... Met voetballen. Oh, oké. Heb je nog wat bijzonders gegeten buiten die patat op het strand? Want dan kunnen we misschien Tom's Diner doen. Heb je nog wat bijzonders? Wat heb ik van de week? Nee, ik ben heel veel aan het zelf koken geweest de afgelopen week. Zo maakt het wel makkelijk. Een culinaire rubriek die een stukje duiding geeft over de wereld van de afval nieuwe, en bezorgmaaltijden. Potje wacht, wat nieuwe dingen en was lekker. En gewoon, wat heb je gemaakt? Wat? Hè? Jij bent een prince de cuisine. Keukenprinsje. Nee, ik ben meer de... De hakker. De sous-chef. Wat is dat? De toetjes. Hulpje? Oh!
Dus, nee, we allemaal nieuwe dingen aan het proberen. Met gewoon... ja, dingen. Eetbaar ondergoed. Ja, bijvoorbeeld. Nee, nee, wat ben je aan het koken? Nee, het is heel saai. Ik probeer al, zeg maar, nu al weken gewoon normaal te barbecuen. Oh, buiten. Ja. Ja, dat is, laten we dat even... Ja, want ik ga niet binnen barbecuen. Ik weet niet hoe jij dat normaal gesproken doet. Er zijn prachtige verhalen dat er mensen waren komen wonen in de Bijlmerflats. Vuurtje in het midden, vlees erop. Hallo. Dus onderschat het niet, maar dat is, dus, dat is echt vroeger wel gebeurd. Maar nee, geen. Nou, volgens mij heb ik pas nog een heel verhaal zitten lezen over iemand met binnen barbecue. Maar je buiten barbecue, maar buiten barbecue gaat niet lukken. Nee, het duurt allemaal veel te lang. Wat? Barbecue zelf, nee, voordat... Nee, voordat het aan is. Gewoon het barbecue zelf vind ik hartstikke leuk. Maar voordat die barbecue heet en aan en fijn is... Heet, leuk. Ja, thema heet. Van deze week is heet, ja. Nou, dat duurt heel lang. Ja, ja, nou, maar dat valt toch nog wel mee. Want die, wat jij altijd zo fijn roffa, dat is een heel lang procedé. Dat is 12 uur. Dan hoef ik het toch niet zelf te doen? Nee, maar die barbecue is toch, het is toch meer het ding dan nee, het nee, eten. Ik vind het, zeg maar, het bereiden van het vlees. Ik blijf het gewoon zeggen, hoor. Het bereiden van het vlees vind ik niet erg. Bereiden van het vlees? Ja, gewoon op je barbecue paard. En dan draaien. Lekker, een beetje kruiden. Blote bast? Ja, en met een schort. Blote bast, schort. Blote bast, schort, handschoenen. Zwembroek. En tangen. Zwembroek, slippers. Ja. Ja? Ja, dat is hem wel een beetje. En met je waterklaar of iets anders? Ja, of een bonus? Heater. Ah ja, echt heel professioneel. Ja. Dat is aan alles gedacht. Ja. Zoals komt dit verleden, maar goed, dat is een verhaal voor een andere keer. Emmer zand. Dat is echt best. Oh, ik dacht... Is niet goed voor je vlees. Verjaardagscadeaus aan. Nee. Is niet goed voor je vlees, maar het is wel uit. Ja. Het is beter, want dat zie... Weer een bruggetje terug. Downton Abbey. In die oude huizen hadden ze dus geen brandblusinstallaties. Maar hadden ze op alle verdiepingen emmers met zand staan. Ja, maar dat was gewoon voor de sigaretten. Asbak. Mm-hmm. Maar je krijgt het niet warm. Heet. Nou, het gaat niet snel genoeg naar mijn zin. Maar hoe snel moet het dan? Nou, gewoon. Een kwartiertje. Is het binnen een kwartier niet gaar? Jawel, maar het, nee. Als ik hem aansteek... Ja. Tot het moment dat je vlees op kan leggen... Ja. Dat duurt te lang. Oh. Vind ik. Oké. Dus, ik heb op aanraden van mijn buurman... Ja. Een verfbrander gekocht. Tuurlijk. En dan... En dan op een stok en dan zo met die verfbrander. Want dan kan ik de kooltjes zo... branden. Oké. Even recapituleren. Dus je pakt je barbecue. Hè? Zet je neer. Haal je nieuwe kolen? Of ja. Altijd nieuwe kolen? Altijd nieuwe kolen. Oké. En dan ga je het aansteken. En dan kan je pas na een half uur, drie kwartier uur... kan je pas je vlees erop leggen. Ja. Omdat het dan pas... En dat vind ik vervelend. Ja, dat duurt ook wel lang. Dan denk je van, waarvoor eigenlijk, kan je beter bellen? Zou je 's middags om 4 uur je barbecue moeten aansteken. En dan gewoon dat het lekker langzaam warm kan worden. Ja, dan ben je 13 minuten te laat. Ja, het is trouwens in de studioklok 14:15. En als je wat te vertellen hebt, kan je bellen naar 06-48-230-662. Maar wat doe je voor vlees op de barbecue? Huh? Wat voor vlees gaat op de barbecue? Wat hadden we van de week? We hadden van de week bavette. Dat is eigenlijk... Heb je weer wat in je klauwen laten stoppen? Ja, het was heel lekker. Het was een soort draadjesvlees. Heel dun. Oké. Okay. Het was heel lekker. Ja, het had echt gewoon een beetje groente. En, groente op de barbecue? Ja, groente met... Paprika. Paprika met feta eroverheen. Oh. En oregano. Dat is niet zomaar barbecue. En dan smelt het. En dan alleen bloot bovenlijf schort. Moet je wel uitkijken met vet. Klemme handschoenen. Ja. En dan... En dan duurt zo'n avondmaaltijd tot diep in de nacht. Want ja. Uurtje 12 klaar. Ja, het is zonde. Ja, ja. Snap het. Maar je hebt een verfbrander en nou kan je die kooltjes ophitsen. Ja. En dan... Maar ben je nu wel blij? Of heb je het nog niet geprobeerd? Ik heb het nog niet geprobeerd. Oh, dus ik ben helemaal voorbereid voor vanavond. En wanneer? Oh, vanavond? Ja. Hoe laat moet ik ergens zijn? 6:30. 6:30. Ja, nou, ik denk het niet. Kom wel 2 uur later, is het warm. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar heb je het risico dat het op is? Maar je niks afgehaald? Ik heb afgehaald. Ja, patat. Oh, patat weer. Ja. Weer bij Verhagen? Nee, daar hadden we het er net over.
Was dat buiten de uitzending? Weet ik niet meer. Oh ja, weet ik ook niet meer. Op het strand. Rokanje. Rokanje. Zie je, dat hadden we het toch net over. Rokanje. Ja, wel. Ja. Ja. En was dat wat? Ja, gewoon betaald. Ja. Ja, ik heb weinig fouten doen. Toch? Nou. Je kan niet overal genieten van die goudgele frieten. Ben je. Tom. Oh, wat knort mijn marge. Oh, wat knort mijn marge. Ja. Ja. Beste Tom en Quinn van de Forever 27 Club. Wat een brief. Heb je wat te vragen, te klagen of te vertellen? Niet stuur dan een mailtje naar radio@forever27.nl. Hij had wel weer gemaild over dat het gaat wel heel erg over Rotterdam. En dan schrijf ik tegen hem gezegd, joh. Ga dan, wat lucht dit lekker op. Ga dan alsjeblieft gewoon naar een Amsterdamse zender luisteren. Ja. Kijken. Ja. Maar hij bleef nog... Toch kijken nog. Nou, dat weet ik niet. Ik heb ook niet zoveel meer schelen. Nou. We hebben een nieuwe fan-up, hè? René, als je kijkt... Was het René? René Meijer? Nee. Was het René Meijer? Hij was René. Jawel, het was René. René Meijer uit Nieuw Fan-up. Nee, uit Amsterdam. Uit Amsterdam? Ja. Oh, dan hadden we ook nog wat. Over het sportnieuws. Oh, dan moeten we toch weer terug naar de nieuws van de velden. Oh, Tom, wat een ellende is dit. Het is zo'n rommeltje. Nieuws van de velden. Is die er toch? Nee. Is die Niels? Nagekomen Niels? Bericht. Nee, we hadden zoveel sportnieuws deze week. Maar in Amsterdam hebben ze dus een straat vernoemd naar Johan Cruijff. Tuurlijk. Heb je nog die grap gehoord van... dat was echt heel leuk. Nee, ik zie het. Nee, dat was van René van der Gijp. Die, omdat ze, die Koentunnel schijnt ook naar een of andere zeevaarder genoemd te worden. En toen hadden ze, had hij voorgesteld om die Koentunnel naar Koen Molijn te noemen. De Koen Molijn te noemen. Maar dat deden ze dus niet. Heel raar. Flauw. Maar het stadion van Ajax heet sinds de start van het seizoen 18-19 de Johan Cruijff Arena. Dat weten we natuurlijk al mee voorheen. De Amsterdam Arena. Dat komt walgelijk slechte naam. Nu officieel bekendgemaakt dat de voetgangerspromenade bij het stadion, dat gebied ervoor... ook wordt vernoemd naar Johan Cruijff. De Arena Boulevard wordt veranderd daardoor in Johan Cruijff Boulevard. Oké. Okay. Ja, dat is, bij ons is dat toch ook zo? Hij heet bij ons niet de Johan Cruijff Boulevard. Nee. Nou ja, dat was een prachtig seizoen. Inmiddels hebben het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuidoost... de familie Cruijff in de straatnamencommissie ingestemd met de naamsverandering. Uit draagvlakonderzoek blijkt dat de ondernemers rond de arena overwegend positief reageren op de nieuwe naam. Men hoopt met de vernoeming naar Cruijff een meer internationale bezoekers te trekken. Voor de mediamarkt en de Decathlon. Ja, er helemaal niks van. Waarvoor je dan de Johan Cruijff, dat je dan... Dat is, ja, weet je wat, was er natuurlijk een grote voetballer. Maar is het nou zo dat... Volgens mij was Gullit in FIFA het belangrijkste poppetje. Maar Cruijff is wel... Ja, dat weet ik niet hoor. Zouden bij de jeugd leven? Zo moet je ook denken natuurlijk, toeristen. Hè? Nou, we gaan naar Amsterdam, dan gaan we naar de Johan Cruijff Boulevard. Ja, Johan Cruijff Boulevard. Ja, het Willy Dobbelplatz zoeken. En meer internationale bezoekers te trekken. Is dat nou bij de Wallen? Meer ik denk het wel. Of ze willen het verplaatsen. Ze willen meer internationale bezoekers trekken. Die Wallen moesten toch dicht? Oh, dat, ja. De naam van de voetballegende dwingt de gemeente ook de straat meer internationale luren te geven en meer ruimte te bieden voor sportactiviteiten. Nou ja, ik zie het helemaal niet voor me. Er was tevens een plan om een stadionplein naar Cruijff te vernoemen, maar dat ging niet door vanwege het verzet in de buurt. Nou, dat denk ik echt, what the fuck. Daar begrijp ik nou helemaal niks van. Ja, het blijkt maar gewoon dat er in Amsterdam ook gewoon mensen wonen die niet zo van die club zijn. Dat is het gewoon. Ja. Dat is wat. Ik vond het een heel raar verhaal. Dat ze dus, dat je, dan ga je stadionplein, wil je dan waarschijnlijk Johan Cruijff Stadionplein noemen of zo. En dan zegt de buurt nee. Ja. Nee. 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 Oh, nee. Raar toch? Ja, weet ik niet. Kan. Ik vond het een raar verhaal. Ja. Maar met de hele stadion heeft het ook heel lang geduurd. Ja. Want dat was toch ook echt 5 jaar zo, voordat ze die naam een keer konden veranderen. Wat doen ze daar dan wel in die tijd? Dat is toch iets van, als wij dat moeten beslissen, is dat toch een middagie? Ja, ja. Laten we nou niet verzanden in... Maar we hadden dus een brief. Dit soort gesprekken over de verschillen en de overeenkomsten... waarbij er meer verschillen zijn dan de overeenkomsten. Of te vertellen, stuur dan een mailtje naar
radio@forever27.nl. Het is wel lang al die spotjes. NL. Ja, hey, wacht, we hebben Rodney cijfers. Rodney Klaassen uit. Oh, wat we moeten het hier nog even hebben met over met Leslie van de muziek. Ja, die kan dat misschien wel even inkorten. Oh ja. Toch? Leslie. Leslie, ja. Ken je die niet? Heb je nooit gesproken? Nee. Echt niet? Nee. Oh. Maakt hij al die tunes? Ja. Oh. Brief nummer 1. Rodney Klaas uit Nieuw-Vennep. Wil jij hem lezen? Of, oh ja, is goed hoor. Want ik ben alweer continu aan het woord. Ja, dat weet ik. Zo gaat dat. Ik hoef alleen maar zo nu dan even ja en... Wie? Dat kan ik dan zeggen. Rodney Klaas uit Nieuw-Vennep. Toen ik op Den Haag CS op zondag stond te rellen met de politie, toen ik hoorde ik van een vriend dat jullie mijn reactie op het bericht van Pharrell Williams over Juneteenth op nu.nl in de uitzending hebben. Hebben wat? Dus ik lees het gewoon voor, goed? Okay. Jullie zeiden dat ik de eerste prijs voor de grootste racist in Nederland gewonnen zou. Deze prijs zou ik hebben gewonnen met mijn opmerking. Moet ik de opmerking? Ja, dat is wel een alleen wordt er negatief gepraat over slaven. Ja, en barmelijke omstandigheden niet mogen vergeten. Vraag nazaten of ze terug willen. Naar toen had jij gezegd van de racist van het jaar. Ja. Ja, die. En hij denkt dat dat werkelijke prijs is. Blijkbaar. Want hij zegt hierna nog: ik vind het erg fijn dat jullie mij op een podium. Of dat jullie mij een podium hebben gegeven in jullie. Maar waar, jullie? Maar waar kan ik mijn prijs? Is dat in Rotterdam bij jullie op? Of ergens anders? Kunnen jullie de prijs ook naar mij toe? Ik heb het idee. Rodney Klaassen uit Nieuw. Nieuw? Ja. Ik heb het idee dat hij een beetje moeite heeft met. Afmaken. Ja. Van zinnen. Van zinnen, ja. En gewoon en maar, überhaupt met nadenken. Maar het is helemaal die er was toch geen prijs? Dat was meer dus fictief, toch? Ja. Hoezo ja. Heb jij van de week een prijs laten drukken met grootste racist? Want ja, nee toch? Wat zou dat zijn? Zou dat ik weet niet, ik wil daar niet over nadenken. Dat, laten we dat maar niet laten doen. Laten we dat maar niet doen, dan zijn we weer eruit. Ja. Ja, jongens en meisjes. En natuurlijk ook papa's en mama's. Is toch wel voor het veel is mensen tijd een, om een enorm stom spelletje te spelen. Samen met Tom en Quinn. En Quinn. Nee, ja, nou, ik doe toch het... Maar, heleboel reacties weer. Ja, sleutel eens uit je zak. Anders nee, anders vallen ze op de grond. Leidt af. Heel veel mensen vinden dit een geweldig item. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Jij niet meer? Jawel. Ik neem het compliment tot ja, me. Ja. Ik heb nog wel zoiets voor jou. Dus, maar dat doen we even na de... dus er waren echt enorm veel mensen die hadden gekeken. Mm-hmm. En echt schrikbarend veel. Meer dan 5. 7. En die hadden... Niemand had goed. Dus, maar ja, zoals gezegd, ja, we kunnen de oplossing niet geven. Omdat het mensen terug kunnen kijken. Ja. Dus, dus luister je nu terug... Je mag tot 3 jaar na de uitzenddatum, het is vandaag 24 juni 2020, mag je de inzending insturen. Ja. En Tom, jij hebt je dit keer wel weer voorbereid, hè? Op het uitbeelden. Ja. En wat wordt het deze week? Ik dacht deze keer een film. Oh! Ik dacht, ja, wat hadden we eerst? Blijkbaar is het toch... te moeilijk met hobby's en is het algemeen. Dus hobby sport hadden we vorige week. Ja, dus en daarvoor een beroep. Ja, dus ik denk, laat ik gewoon een film doen. Er zijn toch hoop filmkijkers. Filmkijkers. Of cineasten. Ja. Of is dat niet? Dus cineast is dat een film? Nee, als je maakt, toch? Als je maakt. Of breekt. Nou, ik zou zeggen... Take it away. Nou. En actie. Oh, wacht. Naar je kern, doe even die kruk weg. Want vorige week had je daar heel erg last van. Voor de mensen die dit op een podcast luisteren, dus niet met beeld terugkrijgen. Tom gaat nu staan en die gaat met zijn rug naar de camera staan. Hij gaat naar zichzelf en ben je er klaar voor? Hij zit, hij draait zich nu om half en hij gaat nu een pratende beweging maken. Boos? Nee. Schieten ook. Oh, en hij duikt weg en er staat, kijkt omhoog, duikt weg, kijkt omhoog. Boos schillen naar mensen. Oh, en dan stuurt mensen weg. Heel trots stuurt hij mensen weg. Dat is het? Ja. Oké. Okay. En dit, ik kan wel zeggen dat dit niet een romcom was waarschijnlijk. Nee. Nee. Nou, ja...
Ja, misschien geef je dan te veel weg. Een beetje van allebei. Beetje van allebei? Ja. Nou, had jij vorige week had jij verteld dat jij toen pantomime had gestudeerd in... Ja, in Parijs. Pantomime. Maar ik had hier wat gevonden op het internet. En dan moest ik gelijk aan jou denken. En het is opleiding contactclown in de zorg. Dat leek me echt wel voor jou. En als je nou afvraagt wat een contactclown is, dan ga ik je nu uitleggen. Ik ga proberen het zonder te lachen, ik vond het echt hilarisch. Een contactclown is een speciale vorm van clownerie. Dus dat is toch weer een stukje verder van pantomime wat jij doet, dus een stapje. Voor mensen met dementie en mensen met meervoudige beperking. Dat is zeer aan te prijzen als je dat gaat doen. Het is dus geen ballonnenclown of een entertainer die een act komt opvoeren. Het is heel wat anders. Mm-hmm. Dit gebeurt op een intensieve, respectvolle en liefdevolle wijze. Het is niet het hoofddoel van de contactclown om mensen aan het lachen te maken. Nou, dat zou jou wel lukken. Mm-hmm. Want het gebeurt zelden. Dus dat in dat... De contactclown is iemand die contact maakt vanuit zijn hart. Dat past wel weer heel erg voor je. En de opleiding contactclown is geschikt voor jou als je bijvoorbeeld wilt gaan werken als professionele contactclown in de zorg. Mm-hmm. Professionele contact. Ik heb nog nooit van. Minister heet dat. Hoe heet dat? Minister van Zorg en Welzijn of zoiets. Dat is, ah ja. Werkzaam bent in zorginstelling of het onderwijs, leraar. Mm-hmm. Maar toen kwamen er twee mensen dat je echt dacht van, oké, was dit ermee? Want zij zegt dus net zo. Dit is dus van een website trouwens. Contactclown Kiki. En ze zei als eerste. Een contactclown is een speciale vorm van clownerie voor mensen met dementie en mensen met een meervoudige beperking. Ja, dat heb je net gezegd. Ja, maar dan hoor je nu punt 4 waar je zou kunnen werken. Nog even deze zin. Dementie of mensen met een meervoudige beperking. Waar zou je kunnen gaan werken voor de rest? Mensen die werken in een asielzoekerscentrum. Dus. Oké. Wat wel weer fijn is, dat je leert dat... Dat dus is ook geschikt als je de dagelijkse structuur wilt leren loslaten en je fantasie de vrije loop wilt laten gaan. Dan is de opleiding tot contactclown echt iets voor jou. En toen moest ik toch wel aan jou denken. Er waren ook nog een paar dingen wat je dan in die modules leert. Ik ben echt heel benieuwd. Ja. Dan ga je in module 1. Ja, dat is aan het begin. Dat is aan het denk ik. Zou zomaar kunnen. Weet ik niet. Zou zomaar de eerste module. Misschien husselen ze de... Met clowns weet je het nooit. Ja, daarom. Levensgevaarlijk, die gasten. Module 1. Met een smiley ervoor. Dat is heel belangrijk. Ook nog. Module 1. Wie ben jij? Wie ben ik? Is dat één item of zijn er twee items? Nee, dat is één item. Oké. Twee. Aarden. Aarden? Dan kan je niet om lachen wat te doen. Aarden. Aarden. Oké. Dat doe jij altijd. Ja. Basishouding. Dat doe jij ook altijd. Dus de grenzen verleggen. Mm-hmm. Dat klinkt al dat zo kan ontsporen. Vergroten en ontwikkelen van de fantasie. En dan, deze vond ik ook heel mooi. Spelen met je lijf. Loslaten van verwachtingen. Dat doen wij al sinds aflevering 1. ook nog in de module is ja zeggen. Maar niet gewoon ja, maar ja. Hoofdletters alleen. En dan 1 J, 4 keer ja, A. Ja! Zoiets. Voor de mensen met een headset, sterkte. Wat ze ook wel gaan doen, dat is ook wel leuk. Ze gaan het ontwikkelen van een clownspersonage. En dat vind ik best wel een ding in module 1. Daar ben je al jaren mee bezig, ja, toch? Verbonden met je medespeler. Solo en duo. Lijkt me ook zo fantastisch. Module 2. Ja, hier gaat het echt afglijdend vlak wordt het hier. Dan ga je ineens ook haptonomie doen. Tuurlijk. Tuurlijk, als clown. Ik denk, blijf van die mensen af. Nou, en dan is ook nog alleen allemaal groot en klein spelen, stemgebruik, kracht van de muziek. Maar ja, dat weet jij allemaal als we pantomime spelen. Ja, en dan module 3. Nou, geen stemgebruik. Module 3. En dan nu de praktijkervaring. Nee, stemgebruik niet. Nee. Nee.
Module 3 en dan nu de praktijkervaring. Afstemming, durven en ervaren. Begeleidend stagebezoeken bij verschillende zorginstellingen. Geen woord meer over die vluchtelingenkampen. Nee. Zou ik ook weghalen van die mensen. Oh ja. En dan is het zover. Je ontvangt een certificaat als je voldoende aanwezig bent geweest op de lesdagen. Tenminste 95%. Ik heb een beetje naar de lesdagen gekeken. Het is onmogelijk om 95% aanwezig te zijn. Wat zijn geen 20 lesdagen. Ja, nou, dan ga je halverwege ergens weg. Ja, je moet dus echt zeggen van fuck it, 95%, ik heb het binnen. De één na laatste, dus na drie, om half twee of zo. Zou ik bij die stage doen. Je inzet 100% is geweest. Dus als je een keertje een kutdag hebt, dan krijg je al je certificaat niet. Je feedback en tips goed hebt kunnen ontvangen en hebt gebruikt tijdens de lessen. Ik zie jou al helemaal staan, Tom. Ik vind het is begeleidende stagebezoeken goed hebt afgerond. Nou, dat is... Hoeveel... Dit is nog meer. Ja, ja, het is, ik heb het uitgeprint. Het is 4 dagen lang. Of 4 pagina's lang. Praktische informatie voor de opleiding contactclown. Ik vind alleen het woord contactclown al hilarisch. Hoeveel maanden denk je dat je moet leren om contactclown te worden? Doe eens een gok. 2. Nee. 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 4. Nee. Nee hoor, Tom. Nee. Veel meer. 5? Nee, ook geen 5. 7. Komt in de buurt, maar nog niet helemaal. 9. 9. Echt? 9 maanden verdeeld over 18 lesdagen. Dus 95% kan dus nooit. Deze zijn inclusief 5 begeleidende stagedagen. Mits dit is toegestaan in tijden van uitbraak van virussen. Of dat continu gebeurt. Maar wacht even. Het is 9 maanden. 18 lesdagen. 18 lesdagen. Dus, ja. dus je doet 2 lesdagen per maand. Ja. Dat is het. Ja, om de week denk ik. Dat is het. Dan ben je contactclown. Wauw. Ja. Het is wel best, het wordt best aantrekkelijk. Ja. Maar voordat het echt aantrekkelijk wordt, ik ben nog niet klaar. De lesdag is op zaterdag. Oh. Dus als we dan moeten draaien, s'avonds kan je gelijk door. Moet je afsminken in de auto. Stap in de flap. Kosten. Wat denk jij wat je moet betalen voor 18 lesdagen? Doe eens een gewoon... €200. Mwah. Je wordt dus contactclown. Volgens mij, want als ze zegt professionele contactclown... Professioneel betekent dat je er geld mee verdient. Volgens mij verdien je geen geld met contactclown. Want anders waren heel veel mensen al contactclown, denk ik. Want ik ken heel veel mensen die uitermate, buiten jou, nog wel een mannetje of 30... die enorm geschikt zijn als contactclown. Nee, doe ze een gokje. Jij zegt €200 18 keer? Nee. €400. Nou, ook geen 400. 5? Nou, nee. Mag ik het zeggen? Want het, als, nee, je gaat het echt nooit raden. 700. Nog een keer. 9 maanden verdeeld over 18 lesdagen. 2 keer in de maand moet je erheen. En dat kost dus... Waar is het? Of vertel ik nu moeilijke vragen? Nou, dat is nou echt... Ik wist niet dat je ook echt ging te zeggen. Maar maakt dat wat uit? Nee, eigenlijk niet. Ik denk ergens in een tent. Dit is een oude circus tent. Dat hoop ik wel, anders dan slaat nergens op, toch? Maar oké, kosten. Vertel. 18 lesdagen. Ja. Verdeeld over 9 maanden. Mm. Om de 2 weken. Ja. Om de week moet je er heen. Mm. €2.250. Zo. Dat, maar is inclusief koffie, thee, lunch en lesmateriaal. En B2. Nou, daar hebben ze het helemaal niet volgens mij. Nou, kijk je in. Gaat dat zo de in het laadje in de pipo wagen? Betaling op de in termijnen is bespreekbaar. Bespreekbaar, niet eens mogelijk. Bespreekbaar. Het is bespreekbaar. Nee, doen we niet. Dus dat is maar de lesdagen staan erbij. Ik weet niet of je wat te doen hebt op 12 en 26 september 2020, want dan kan je erheen. Nou, het is wel, het is, eigenlijk is. Het begint steeds meer te leven voor jou. Nou, ik vind eigenlijk zeg maar zonder het hele contactclown. Heb het over. Spraak. Onderdeel is het eigenlijk, komt het best wel aardig overeen met de... Jouw opleiding. Met de hoe heeft die gekost? Parijse opleiding. Pantomime opleiding. Ja. Hoe duur was dat? Dat was... Dat is intern ook, hè? Ja, dat was €12.000. Per jaar? Per jaar, oh, ja. En, maar dan had je geen boeken, want... Maar daar! Heb je niet nodig. Nee. Kijk. Ik ben mijn boeken vergeten. Ja. Ha! Goed begin. Ja.
Maar ja, dus, wat gaan we hiermee doen? Want maar, gaan we die mevrouw bellen? Of? Nu? Nee, ik denk dat we dat... Maar professioneel contactclown. Mag ik dit... Ja, dit mag je meenemen. Ja, ja hoor. Oké. Okay. Nou. Vind ik wel... maar het is heel... Want het is contactclown Kiki. En de docent heet Sandy. Wie is dan Kiki? Nee, rechtstreeks uit Rotterdam. Sandy van is de redactie van de Forever 27 Club. Echte naam? Breaking news. Sandy, contactclown. Sandy doet die cursus geven. Maar haar alter ego... Dat is Kiki Clown. Ah, zou zo'n leuke foto's staan erop. Allemaal op die website. Allemaal foto's. Staan 30 foto's. 29 ontscherp. Ja, dus haar Kiki is een beetje mijn Filip. Jouw mentor. Ja. Ja. Maar we hadden het lokale suffertje. Maar dit keer hadden we zelfs iets uit het buitenland. Echt? Ja. Wow. Ja, twee dingen uit het buitenland kan ik me herinneren. Iets van die aap. Iets met een aap. Ja... Die had ik... Wacht, ik pak het er even bij. Want ik zeg wel echt, maar ik heb het zelf uitgezocht, hè. Was het maar zo'n feest. Nee, dit doet... de administratie. Johan. Niet de Johan van volgende week, maar Johan van de redactie. Die hetzelfde deed, toch? Dit is Johan van de redactie. Want die vond namelijk dat dit misschien wel eens mijn... Jouw... Die spirit animal kon zijn. Ja, spirit animal. Oh, ja. Want het is dat... alcoholic killer monkey leaves one man dead... and 250 injured after going on rampage... when his booze supply dried up. Dus een dronken aap? Een alcoholische aap. Aap, die heeft dus... Op een gegeven moment was de drank op... En toen heeft hij dus één iemand vermoord en 250 mensen verwond. Ja. Omdat hij dus geen drank had. In India. Laat ik dat dan nog even bij zeggen. Oké. Okay. In India. Ja. India. In Mirzapur, Uttar Pradesh. Oh. Volgens mij had hij dat restaurant op de Taj Mahal, op de Goudse Singel. Nee, dit gaat over een aap. Nee, die naam die je noemt. Nee. Was die aap heet tot niet zo? Nee, die aap heet Kahlua. Kahlua is toch ook een drank? Ja. Die aap heet Kahlua. Ja, en hij woont dus in Mirzapur. Ja, Mirzapur. En hij heet Uttar Pradesh. Wie heet er nou Uttar Pradesh? Die man die dood is, die aap, ja. De provincie, de stad... De man die dood is. De man die dood is, die Uttar Pradesh. His owner. His owner. Ja, dus hij had een aap. Die gaf hij altijd drank. Ja. Neem ik aan, want die aap was verslaafd. En, en die had geen drank toen hij zijn baas doodgemaakt. Ja. Met een mes. Nee. Wat? Psychologisch. Hij heeft doodgezwegen. Ripped open their faces. Met is. Met is? Echt? Ja. Hij toch niet dood aan? Oh ja, blijkbaar wel. Uttar Pradesh. Ja, en dan en ze hebben 250 mensen met bijtwonden. Oh. Dus. Moet je, als je wat nou leren zegt... we hiervan? Nou, als je iemand... Geef je aap nooit drank. Of. Continu. Ga door. Ja. Ja. Maar ja, dat is toch ook. Ja, hoe doe je dat dan? Wat zou zo'n aap drinken? Kahlua. Denk ik. Kahlua. Ja, hij heet Kahlua, toch? Maar heeft hem toch Kahlua genoemd? Dus dan zou je toch zeggen van dat hij... Dat zijn favoriete drankje is. Ja, maar dat hij dat ook, zeg maar, een soort van tevoren heeft bedacht dat hij dat dan... Die aap ga ik helemaal... Ja, die ga ik helemaal gek maken met drank. Maar als je over een slechte dronk... Eigenlijk niet. Slechte kater. Slechte kater is het, aap met een hele... Chagrijnige en een hele uit de hand vliegende kater. Zie je nog wat voor de hand? Echt nog verdriet? Wat je nog wil melden? Of... uit dat stuk? Wat? Of kon je het niet lezen? Nee, ik kan het niet. Hele kleine lettertjes, Johan. Maar dit was het. Ja, nou, hoe vond je het niet niks? Ja, ik vond het ik wel zit wat. Ik zit hier met een verhaal en ik denk van, nou, ik vond het wel interessant. En dat was in Drenthe? Nee. In India? In India. Wat? In welke staat? Stad? Uttar Pradesh. Of was dat nou zijn eigenaar? Mirzapur. Mirzapur. Ja. Ja, dat is bij Conflita. Is dat naar rechts. Neem je twee keer overstappen. Neem je de metro. Nou, dan sta je eigenlijk midden in midden in het centrum. Heel leuk. Nog mooi nachtleven ook. Ja? Ja. Ja. Mooi. India bij nacht is sowieso heel romantisch.
Over romantisch gesproken. Over romantisch gesproken? Je had het toch net over over romcoms? Ja, maar jij maakt bruggetjes met dingen die we een uur geleden besproken hebben. Ik vind dat heel... Zeg maar. Ik wou zeggen vermoeiend, maar moeilijk. Ja. Ja, hebben we nou nog? Oh ja. Nou. Wat? Ja. Ja? Zo, we zijn alweer anderhalf uur bezig. Sterren Boulevard Inside BN'ers Journal. Ja, je zal het niet geloven. Maar we hebben eigenlijk drie berichten. Echt? Ja, en ik ben toch wel tot de conclusie gekomen, en velen met mij, dat Arie Boomsma een pik met vingers is. Dat is het grootste nieuws van deze week. Wie? Eigenlijk. Ja, die ken je weer niet. Maar dat is een of andere gewichtheffer uit Amsterdam. En die neemt iedereen de maat aan. En eigenlijk, weet je, dat was ook die gast die altijd dan mensen ging helpen uit de kast te komen. Nee, Blanco. En maar ons favoriete showbiz-koppel, Nicolette van Dam en Bas Smit. Oh, echt? Ja. Hebben we nieuws? Ja, die hebben weer nieuws. Ach, zo geweldig. Die gaan weer wat doen, Tom. Echt, ja. Dat is echt geweldig. Ze waren gisteren op tv. Wist jij dat de ouders van Nicolette van Dam een restaurant hebben? Nou, dat komt hier ook terug. Maar die hadden... Ik heb wel een keer gehoord dat die toch ook wel last hadden gehad van dat coronavirus. Ja, toen hadden ze een filmpje gemaakt. Heb je dat wel eens gezien? Nee. Toen hadden ze een filmpje gemaakt over hoe je dan moest bedienen op anderhalve meter afstand. En dan ging zij gooien met glazen. Dat was echt hilarisch. Ik heb dat gezien. Dat was echt hilarisch. Zo goed gedaan. Dat was echt heel leuk. Ja, echt hè? En hij heeft een stiekemmerk. Ja? Ja. Oh, leuk. Ja. Maar dat heeft terzijde. Ja, dat terzijde. Maar gisteren was dat dus... ik had eigenlijk nooit die Bas Smit echt horen praten. Maar Nicolette van Dam was wat aan het vertellen. En hij ging er gewoon dwars doorheen. Oh. Hij ging, dat leek wel ADHD, helemaal stijf van de kook. Ik weet niet wat er met die gast aan de hand was. Maar die stond zo te stuiteren en die stond onzin uit de klaar. Maar die hebben dus iets geweldigs verzonnen, Tom. Deze ik citeer het Instagram-account van Nicolette van Dam. Okay. Deze zomer gaat het gebeuren. Dit wil je niet missen. Een reeks intieme concerten van jouw favo-artiesten in het Olympisch Stadion. De grootste namen treden op. De grootste namen, onthoud dat. De grootste namen treden op. Vormen 100 man publiek per show. Unieke kans en beperkt aantal kaarten beschikbaar. Reserveer ze snel. En dat kan je dan doen is op https://www.deamsterdamsezomer.nl. Maar dat was gisteren waar. Ze was dat op RTL Nieuws. Ja. Was toch wel weer mooi dat RTL Nieuws wel een paar van die ondernemers toch eventjes in het zonnetje zet. Hè? Dat ze toch even aan mag krijgen, ja. Want die mensen hebben natuurlijk, ja... Normaal hoor je nooit wat van. Hoor je normaal nooit wat van. En wat ze dus gaan doen, is dat er dus, ja, ze gaan dus concerten organiseren. En dan ga ik jou eens even vertellen wie er komen. Voor 100 man. Mm-hmm. Die mogen er dus beperkt 100 man. Mm-hmm. Alexander de Bouzonnier. Xander de Bouzonnier komt. Wie? Van Volumia vroeger. Zeg je dat wat? Hou me vast. Nee? Dat was het liedje. Oh. Tino Martin. Nee. Ja, wat ken je wel van ze weet het. Alan Clark. Ja, maar die hadden net de telefoon, toch? Alan. Nee, Alan. Alan Clark. Nee, is niet Alan Bingo Alan. Oh. Alan Clark. Emma Heesters. Nou, weer Tino Martin. En dan de pianist. Is dat een andere Tino Martin? Dan? Nee, of is het dezelfde? Die komt ook, maar dat is... Oh, wacht even. Dat is de data. Het is dus 11 juli. 11 juli komt Sander de Bouzonnier. 12 juli komt Tino Martin. 16 juli Alan Clark. Dus niet Bingo Alan, maar Alan Clark. Heel scherp. 17 juli Emma Heesters. Ik denk dat er 18 staat. Ah ja, 18 juli, Tino Martin weer. Martin. Oh. Tino Martin. En dan op 19 juli komt Joël Borrelli. 23 juli Snelle. Dat is een rap. Keihard. René Vroger op 24 juli. Zeg maar niks. René Vroger niet? Nee. Hou zo. 25 juli. We hebben het hier over de... Want, wat zei ze? Intieme concerten van jouw favo-artiesten. Mm-hmm. Nou, er zit er nou nog geen één bij waar ik voor zeg, daar rijd ik voor naar Amsterdam. Heb ik sowieso niet zo snel. 25 juli Jeroen van der Boom. 26 juli Treintje Oosterhuis. 30 juli Lil Kleine. En die komt 31 juli ook. Oké, 100 man. Ja, ja. 100 man. Ja.
Wat erg leuk is, is dat je dus... Het is een experience. Dus het is buiten dat je dus met 100 man maar kan je ook eten. En je kan dus... Ik dacht een hindernisbaan. Nee? Dus, jij dacht met American Gladiator. Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Met al het eind dat je naar het concert moet. Ja. Of eerst en dat je die mensen door die baan heen moet jagen. Dus als je nou... Stel, je gaat naar Xander de Boussonnier. Ja. Ik wil het niet de hele tijd doen, maar wat denk je... wat als je met 100 man naar Xander mag gaan kijken, wat dat kost? €20. Nee. €71,50. Zo. Nou kan ik me voorstellen, want voor een beperkt... Wat dat zeggen ze? Ja, ze hebben niet zoveel plek natuurlijk. Ze hebben niet zoveel plek. 100 man voor Xander de Boussonnier. Ik denk dat zeg maar dubbel is waar die nog misschien wel 10 dubbelen waar die normaal verspeelt. €71,50. Maar dan heb je ook nog een VIP-ticket. En dat is €152. Wat krijg je dan? Ja, ik stel moeilijke vragen. Dat staat er echt, dat is ook helemaal niet vermeld. Dat denk ik nu pas aan. Krijg je een meet and greet? Meet en greet. Het is greet. En die mag je meten. Meet en greet. 1,80 meter. Kan ik naar huis? Nee, er moeten nog 30 mensen hier meeten. Maar dan kan je van... Maar je kan dus... Maar Nicolette van Dam, hè? Van die... wat jij net zei. Van die patisserie. Nee? Nee. Boulangerie. Nee. Brasserie. Brasserie. Van Dam. Daar kan je dus een als je nou zo'n middagconcert hebt... Dan kan je dan een ontbijt lunchbox... Kan je dan gelijk krijgen. Dat is dus van Dam. Van die... Bistro. Brasserie. Brasserie. Ja, want die hadden, dat waren toch die mensen die dan... En dat kost die hadden zo'n filmpje gemaakt. Ja, nee, maar dat weten we nou. Van dat gooien. Ja. Had ik dat al verteld? Ja, volgens mij 2 afleveringen geleden. Oh. Maar daar kan je dus nu een ontbijt lunchbox van krijgen. Die is dus €34,50. Mm-hmm. Stevig. Of een borrelbox. Die is maar €24,50. Een Van Dam Mix Platter €37,50 en een Mama's Borrelbox van €37,50. Oké. Okay. En dat kan je dus allemaal gelijk bestellen. Dus als je nu eventjes... moet je voorstellen. Maar maken ze die dan ook nu? Nee, vlak voor het concert. Oh, gelukkig. Staat niet de hele tijd het er al staat in de zon. Ja. 30 graden. Dan kan je roepen, dan komt hij naar je toe. Maar als je dus naar Xander de Boussonnier gaat en je denkt, nou, ik prik een vorkje mee. Dan zit je op €110. Zo. Voor Xander de Boussonnier. Ja. Maar komt hij dan alleen? Of neemt hij ook nog wat mee? Piano of zo. Nou, piano zal wel meenemen. Maar ik zit ook te denken, band. Met band. Je hebt wel de ruimte. Als er maar 100 man publiek zit en je hebt het Olympisch Stadion. Ja. Dat af gaat tikken en dat je dan door de afstand... Nee. 3 seconden later bent. Maar geen achtergrondzangeressen of zangers. Want dat mag niet. Hoezo niet? Nee. Omdat dat in de Kuip niet mag. Nee, maar dat... Nee, je mag niet zingen in een stadion. Nee. Of zou dat alleen voor de Kuip gelden? Dat zou wat zijn, dat je daar dan komt, dat je dan niet... Wat was het nou? Geen spreekkoren. Mm-hmm. Dus als je... Wie want more? Wie... Nou, zal ze bij Xander de Boussonnier niet doen, maar bij andere artiesten staan we wie want more? Nee, dat mag niet in het stadion. Lekker vroeg naar huis. Ja. Lekker. Maar dat hebben ze dus weer gedaan. Nou, dat was weer echt geweldig. Ik vond het was ook weer zo mooi in beeld gebracht. En ze hadden weer een nieuw filmpje gemaakt ook op internet. Dan moet je echt even kijken. Kun je misschien volgende week 8 keer over hebben. Goed. Hoezo? Nou doe je net of wij het altijd heel vaak over hetzelfde hebben. Dat is niet waar. We zijn grondig. Maar had jij één... Grondig zijn heb jij wel eens van Ema... Grondig. Ema Histus gehoord? Ema Histus. Nee, maar dat vraag je denk ik ook aan de verkeerde. Dat is ook gewoon... Is dat niet dat meisje van de tv? Ja, dat is al ongetwijfeld. Van Beste Zangers? Oh, zoiets. En maar die Joelle Borelli, dat is een soort Van Velzen, maar dan normale lengte. Die zat met de piano allemaal covers te spelen. Als jij het zegt. Ik geloof het meteen. Ik zie dus iemand staan, Joelle Borelli. Ik ken heel die gast niet, dus ik denk, ga dat even zoeken wat dat is. Dus heb je gelijk kaartje gekocht? Ik ga aan... Voor Joelle Borelli. Maar denk jij, hoe lang duurt het nog, deze ellende? Van dat we niet naar gewoon... Dat wij niet kunnen draaien. En, 2 maanden. Echt? Ja. Gaan wij gewoon weer... Wat is dat dan? 1 september gaan wij weer naar buiten? Ik heb goede hoop. In pakken dan. Ja, dat maakt toch niet uit. Nou, als iemand naar mijn plaatje aan kon vragen. Van die kappen. Lekker. Doen we dat. Heb je nog wat te vertellen voor de rest? Want anders... We zijn al 3,5 uur bezig.
Het in de studio is het 3:15 en het is 24 juni 2020, aflevering 111. Thema is heet en het weer op de officiële brand new fresh. Nee. Nee, dat is wat anders. De 527 Club Barometer is mooi. Ja, we hebben hem even geleend van onze grote vrienden van de brand new fresh. Ja. Dus, want die van ons was kapot. En toen hebben we contact gezocht met de... Of waar ik te veel uit? Maar in ieder geval... de bingoman van Ellen. Ja, die zat manusje. Ja. Anus of everything. Ja, dus die komt eerst bij haar. En daarna komt hij even hier. Komt hij even naar onze barometer kijken. Lekker man. Dus dat, want dan kunnen we namelijk gewoon weer... want ja, het bleek dus oh, dat, dat het dus niet echt altijd veranderlijk echt was. Echt een hele goede reclame. Ja, hij, er moet ook geld verdiend worden, Quinn. Maar het, ja... Marken zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Een sterfmerk is voor ieder bedrijf een feest. Maar een merk is pas echt als het is vastgelegd. En dat is wat we doen bij Merk Echt. Als Merk Echt zich over jouw merk ontfermt, dan is je merk optimaal beschermd. Wij registreren en bewaken je merk. Dus zo is je positie altijd ijzersterk. Merkecht.com, de merkbewakers. Zo, hip-hop in je face. We zitten nog niet helemaal in de Coca-Cola, hè? Dat... We zijn groeiende, laten we het daarop houden. Nee, ik hoorde deze reclame op BNR. En ik vroeg me af wie beslissingsbevoegd was op deze afdeling. En hoe dronken die was dat deze reclame gemaakt moet worden. En waarvoor en hoeveel die zijn zoon heeft betaald om dit te maken. Oh, ik heb echt nog nooit zo slecht reclame gehoord. Dit wordt gewoon, denk ik, 6 of 7 keer per dag uitgezonden op BNR. Erg, hè? Ja, maar zou het ook... Zou het werken? Nou ja. Ik... Nee. Want nou, wij hebben het er ook over. Nou, maar ik... Nee. Nee, zo, dat is de insteek niet. Het is niet van... We gaan iets heel slechts maken... Want dan komen we in de aandacht. Nee, nee, nee. Dit is gewoon volledig vol gas ervoor gegaan. Bedacht. Uitgeschreven. Gemaakt. En daarna... ja, we zijn helemaal tevreden mee. Ja. Weet jij... Jouw neef rap, toch? Weet je wel? Dat ze dan zo... Ja, oké. Okay, nou, dan vraag ik Gert-Jan wel even. Ja. Zo, ja. Ja. Denk je dat hij... Nee, nog een dommere naam. Iets met twee dingen. Peter Jan. Gert en Jan. Peter Jan. Gert en Jan. Dat was de duo. Maar dat... Ja, ik vond dit zo'n slechte reclame. Dat moest ik eventjes laten horen. Ik denk dat we er wel doorheen zijn, Tom. Heb jij nog wat te zeuren of te zeiken? Nou, nee. Want ik heb me heerlijk afgereageerd vandaag. Ja. En... jij gaat je ding opgeven voor contactclown. Ja, ik ga in ieder geval... Zal ik gewoon even kijken of ik... Kiki? Nee, al meer. Ik zit nu te denken voor de komende week... of ik iedereen een beetje op de hoogte kan houden van het voortgang. Van contactclown? Ja, hoe het gaat. Maar het begint toch pas in september? Of nee, kan maar je een spoedcursus in? Gewoon in aanvraagperiode, neem ik aan, toch? Dit is toch niet iets wat gewoon iedereen mag doen? Je moet hier toch ook wel gewoon... Ballantage? Ja, toch? Lijkt me wel, toch? Ja. Je moet hier toch gewoon toelating voor doen, denk ik. Met je live spelen. Ja. Wanneer is dat nou? Weet je dat nou? Is dat nou in module 2 of 1? Wat? Met je live spelen. Volgens mij is dat... Spelen... Ja, maar je kan ook spelen met publiek. Spelen met publiek. En spelen met je live. Maar dat is allemaal module 1. Ja. Had je nou enig idee van hoe groot die modules zijn? Want dat zijn dus 3 modules. Dus dat zal dan wel 18, dus 6 weken in module ongeveer. Ja, en dan, maar het einde is de praktijkervaring. Ja. Contactclown. Ja. Het woord van deze week was... Het thema was heet. Het had contactclown moeten zijn. Het had duidelijk contactclown moeten zijn. Dat... denk ik. Het is ook wel gewoon... ja, ik ga je echt... Ik ga dit even... Ik ga even mee. Ga maar vast even kijken. Ja, is goed. Ja. Dan zeg ik tegen de mensen... Hij was Tom. Oh, hij is Quinn. En wij zijn de Forever 27 Club. Dit was Forever 27 Club Talk Radio. Tot volgende week. En dan zijn we er weer. Jij bent dan... God. Niet meer op de fiets. Nou, volgende week zijn we er dus weer van een uurtje of
rond drie uur gaan we beginnen. En dan houden we jullie op de hoogte van de vorderingen van Tom in zijn loopbaan, nieuwe loopbaan als contactclown. Ja, hallo. Ik zoek Kiki. Ja, ik wacht wel even. Hij is al aan het bellen. Nou. Spannend. Ik kijk ernaar uit. Ik ben erg benieuwd.